Waar ben jij dankbaar voor? Oh, ik ben nu even dankbaar dat ik even mag liggen. Waar ben jij dankbaar voor? Voor het een heerlijke vlees. Waar ben jij dankbaar voor? Ik ben dankbaar dat dit weekend zeer geslaagd gaat worden. Waar ben jij dankbaar voor? Voor dit stukje cake die ik net heb gekregen van mijn hoofdleider. Echt fantastisch. Waar zijn jullie dankbaar voor? Dat wij gewoon water hebben, gewoon normaal eten, elke ochtend gewoon dat we naar school kunnen. Gewoon leggen die standaard dingen die hun niet hebben, maar wij wel. Ik ben dankbaar dat ik in Nederland woon, omdat het een rijk land is. En vergeleken met projectlanden is dat wel beter. Ik ben dankbaar dat ik hier kan zijn en dat ik hier kan genieten van alle activiteiten hier. Ik ben benieuwd wat je zojuist hebt opgeschreven. Wat maakt jou dankbaar? Dat Jezus in mijn leven is gekomen. Kun je daar misschien wat meer over vertellen? Hoe is Jezus in jouw leven gekomen? Daardoor wat zoosprojecten van de zomer. Daar ben ik natuurlijk 3 keer mee geweest. En daardoor is Jezus in mijn leven gekomen. Doordat God altijd 1 stap achter je staat, hoe hard je ook wegloopt, hij staat altijd achter je. Daar ben ik dankbaar voor. Nou, dat ik in een vrij land leef en dat ik mag doen wat ik wil. En wat maakt jou dan onrustig? In het projectland waren de mensen heel gastvrij. Maar in Nederland merk je toch wel dat ze minder gastvrij zijn. En wat maakt jou onrustig? Dat ik in mijn directe omgeving niet heel veel steun krijg. Nou, dat mensen sneller dingen gaan weggooien. Bijvoorbeeld als ze boodschappen over hebben, dat ze dan denken van gooi ik weg, want ik heb het toch niet nodig. Terwijl het gewoon nog makkelijk te gebruiken is, ook al is het net over de datum. Onrust niet zozeer, maar wel heel erg de drang om hier in Nederland ook iets te doen. Of dat het nog in mijn hoofd speelt van dat we daar Ghana toch echt wat hebben gedaan. Stress, veel te veel dingen te doen in veel te weinig tijd. De dag heeft maar 24 uur en dat is toch soms lastig. We zijn net op project geweest en daar heb je alle rust. Want je hebt geen social media, je hebt niks. Dus dan kom je echt tot rust. En dat zie je niet zo. Ik heb net gezien dat jullie het op hebben geschreven. Waar zijn jullie dankbaar voor? Dat we, ondanks dat we te jong waren, toch mee mogen met World Servants volgend jaar. Waar ik dankbaar voor ben, dat ik deze zomer een mooie reis heb gemaakt naar Ghana. Voor alle mooie kansen die dit leven mij biedt. Dat ik hier weer mag zijn in Heino. Gezellige mensen, mooi weer. En daar ben ik heel dankbaar voor. Wat maakt mij dankbaar? Dat we hier zo met heel veel jongeren zijn. Die allemaal proberen in hun eigen omgeving, in hun eigen gemeente, verschil te maken. Door acties te voeren en op project te gaan. En daar wat voor de medemensen te betekenen.